koffertjes steekt het 1 miljoen euro. Kies de finalist dat koffertje eruit, dan hebben we er een rentenier bij. Maar neemt hij de verkeerde koffer, dan gaat hij naar huis met maar 1 eurocentje. Wat er ook gebeurt, hier is de man die ons door deze onvoorspelbare uitzending zal loodsen. Wouter Grootaars. Goedenavond. Thuis en hier in de studio natuurlijk. Fijn dat u weer klaar zit voor een spannende aflevering van Miljoenenjacht. En hopelijk is het thuis zo gezellig als in de studio, want hier zit de sfeer er al helemaal in. Ja! Mijn vraag aan jullie is, wat denken jullie? Gaat er vanavond veel geld uit? Ja! U hoort het, we hebben weer kandidaten die hun beste beentje gaan voorzetten. En over beste beentje gesproken, hier zijn nog 26 paar knappe benen van mijn bodyguards. Ja! Ik moet zeggen, meisjes, jullie zien er weer verrukkelijk uit. Sven Eekman, dat is die man daar op de eerste rij, hè, in vak A. Vind je het erg om daar te zitten, zo vlak bij die meisjes? Probeer toch je te concentreren en je gedachten bij de vragen te houden en de antwoorden te houden straks. Hè, want anders dan ga je nooit met 1 miljoen euro naar huis kunnen gaan. Alleen maar met een goed geheugen over mooie benen. Maar er is natuurlijk nog iemand die ik moet voorstellen. De vrouw die het 1 miljoen euro en alle andere geldbedragen in de verzegelde koffers gestoken heeft. Gerechtsdeurwaarder, mevrouw Andries. Zo, wij zijn er klaar voor. Meisjes, tot straks. De jacht naar het 1 miljoen euro is nu officieel ingezet. En zoals jullie weten spelen we met een rode en een blauwe tribune. En volgens mij maken jullie... Nog even geduld, nog niet applaudisseren. Volgens mij maken jullie alle twee kans. Want in de blauwe tribune heb ik een paar enorm intelligente gezichten gezien. Maar aan de andere kant in de rode tribune zitten dan weer minder blondjes. Dus jullie zijn eigenlijk aan elkaar gewaagd. Wie thuis een leuk bedrag wil winnen, moet nu even opletten. We hebben een kijkersvraag en daarmee kan u 10.000 euro verdienen. U hoort het goed. Op het einde van deze miljoenenjacht is iemand van onze kijkers 10.000 euro rijker. Dit is de vraag die u moet beantwoorden. In welk jaar werd koning Albert II geboren? A. In 1924, B. In 1934 of C. In 1944? Als je het antwoord weet, bel dan meteen naar 0905 82 075 of stuur een sms naar 3446. Als u bijvoorbeeld denkt dat het antwoord A is, sms u gewoon A naar 3446. Ik neem aan dat dit wel duidelijk is. Veel succes. Misschien bent u wel straks de winnaar van 10.000 euro. En nu gaat het hart tegen hart in onze studio. De helft van onze kandidaten vallen binnen enkele minuten al af. Dames en heren, zorg ervoor dat uw tribune kan doorgaan. Hier is de eerste vraag van vanavond. Hoe komt Alice, het hoofdpersonage uit het boek van Lewis Carroll, in Wonderland terecht? Is dat A met een kanonskogel, B via een konijnenhol of C in een vliegende auto? 5 seconden. Wie kent het verhaal van Alice in Wonderland? Want het goede antwoord op deze vraag is het antwoord B, via het konijnenhol. Iedereen juicht, maar ik ben toch eens benieuwd wat het resultaat gaat zijn. Rood heeft 71 goede antwoorden gegeven. Blauw heeft er 74 gegeven. 3 punten verschil voor de blauwe tribune. Zij staan aan de leiding. Maar deze uitslag kan totaal veranderen met de tweede vraag. Welke stad was samen met Rijssel een jaar culturele hoofdstad van Europa? Was dat A. Genua, B. Genève of C. Gdansk? 5 seconden. Ik kan alleen één ding verklappen. Het juiste antwoord begint met een G. Het juiste antwoord is A. Het antwoord A. Genua.
De vraag is nu, op welke tribune zitten de meeste cultuurliefhebbers? Laat maar eens kijken. Wat is het resultaat? Rood 129, blauw 133. Sven, het gaat niet zo goed, heb ik de indruk. Blijven concentreren. Blauw ligt voor, 4 punten voor. Maar we gaan naar de derde vraag. Hier komt de vraag. Op hoeveel tijd ontstaan uit één bacterie, als ze zich om de 20 minuten deelt, 1 miljoen bacteriën? A. Na nog geen 7 uur. B. Na precies 24 uur. Of C. Na bijna 96 uur. 5 seconden. 1 bacterie die zich om de 20 minuten deelt. Wanneer heb je dan 1 miljoen bacteriën? Goeie antwoord. A. Na nog geen 7 uur. En het is daarom dat ze aanraden om voedsel altijd in de koelkast te bewaren. Want als je dat niet doet, krijg je een massa bacteriën naar binnen. Hoe zit de score er nu uit? Rood 156. Blauw 170. Vak C, daar hebben we Veerle de Koster. Veerle, had jij dit goed geantwoord? Spijtig genoeg niet. Ja, dat niet juist. En je bent nogthans verpleegster van beroep. Ja, het is een schande, hè. Een schande zou ik het niet noemen. Laat het ons eerder op een kleine vergetelheid houden, ja? Ja, dat is goed. Maar probeer toch wel jouw tribune te overtuigen, want het moet vooruit gaan. 14 punten liggen jullie achter. We gaan naar de laatste vraag, dus alles kan nog. Concentreer je, Veerle. Ja? Ja, goed. Vraag 4. Wie zocht pastoor Joseph Lupo in de advertentie die hij pagina groot in Playboy liet plaatsen? Zocht hij A. zijn 6 zonen, B. zijn ex-meiden of C. kandidaat-priesters? 5 seconden. Wat zocht die Joseph Lupo in Playboy? Ik koop natuurlijk de Playboy alleen maar voor de artikels, hè? Niet voor de foto's. Wat zocht die man? Wat had u moeten antwoorden? Het antwoord C. Hij zocht kandidaat-priesters. En met succes, want er zijn er meer dan 600 die geantwoord hebben. De einduitslag van deze eerste ronde. Welke tribune mag doorgaan? Rood 226, blauw 240. De blauwe tribune, proficiat. Ik moet het toegeven, heel knap gespeeld van de blauwe tribune. En voor de rode tribune, wat jammer. Wat jammer. Sven, je vindt het heel spijtig waarschijnlijk. Ja, tuurlijk, ja. Maar die vraag over Playboy, die had jij wel juist, denk ik. Hè? Wat denkt hij? Tuurlijk. Waarschijnlijk heb je wel meegedaan aan die advertentie. Toch nog een applaus voor de rode tribune. Goed, blauwe tribune. De eerste ronde zijn jullie prachtig doorgekomen, maar jullie zijn er lang nog niet. We gaan verder met onze keiharde afvallingsrace. Slechts 2 vakken kunnen zich plaatsen voor de volgende ronde. Over 4 vragen weten we voor wie het ophoudt. Hier komt de eerste vraag. Welke kleur heeft een Judasbaard? Is dat A. rood, B. grijs of C. zwart? 5 seconden. Een Judasbaard. En wat was het enige goede antwoord? Het antwoord A, rood. Volgens de overlevering was Judas een rosse, zoals ze zeggen. Even kijken naar de stand. Vak D, E en F. Vak D, 14. Vak E, 0. Vak S, 7 goede antwoorden. Vak E, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Geen enkel goed antwoord. Hoe kan dat nu? Had er iemand hardop geroepen, dat is het goede antwoord. En iedereen maar afgedrukt zeker? Nooit luisteren naar iemand anders. Altijd uw eigen gedacht volgen. Had er misschien 1 iemand het juist gehad. We gaan verder met de tweede vraag. En daar hoort dit fragment bij. Shit.
spectaculaire beelden. Dit zijn jongeren uit de buitenwijken van Parijs en ze doen aan free running. De vraag is nu: hoe heten de jongeren uit Parijs die aan free running doen door van dak naar dak te springen? Zijn dat A. kamikaze, B. yamakasi of C. wasabi? 5 seconden. Kamikazes, yamakasi of wasabi? Het goede antwoord, laat het maar zien, is het antwoord B. yamakasi. Ik vraag me af hoe de stand er nu gaat uitzien. Vak D 29, vak E 19, vak F 28. Vak E, goed bezig, goed bezig. Maar er is natuurlijk nog altijd niets beslist. We hebben nog 2 vragen. Voor wie is de Henri van de Veldeprijs een prestigieuze onderscheiding? Is dat A voor artsen, B voor veldrijders of C voor designers? Jullie 5 seconden lopen. Voor artsen, veldrijders of voor designers? Het goede antwoord op deze vraag is het antwoord C, voor designers. Want Harry van der Velde was een architect. Zelf ben ik ook enorm geïnteresseerd in architectuur. Ik kijk altijd naar vrouwen die goed gebouwd zijn. Hoe staat het met de score? Vak D, 48. Vak E, 44. Vak F, 53. Maar in vak E hebben we Marian, Marian Tuipens. Waar zit Marian? Marian. Stel je nu voor, want vak E ligt wel op dit moment een beetje achter, maar alles kan nog. Vak E wint, jij komt eruit straks op het einde van het programma. Je gaat met 1 miljoen euro naar huis. Wat zou jij daarmee doen? Ben ik een goed zat drinken. Een goed zat drinken? Met 1 miljoen euro? Ja, met een beetje ervan. En jouw dochter krijgt die niks? Ja, een huis. Ah, een huis? Je zou gewoon een huis kopen voor je dochter? Daar. Ah, zit daar al. Voilà. We gaan verder. Hier komt de laatste vraag. Welk vreemd ochtendritueel doet Kylie Minogue elke dag omdat het haar geluk brengt? A. Een ijsstuk gooien. B. Hinkelen op 1 been. Of C. Een theepot ronddraaien. 5 seconden. Wat doet Kylie Minogue 's morgens? En de oplossing op deze laatste vraag van deze ronde is C. Een theepot ronddraaien. Dat zij denkt dat het haar geluk brengt. Maar we willen het weten. Wie heeft het gehaald? Welke 2 vakken zitten in de volgende ronde? Vak D, 72. Vak E, 67. Vak F, 77. D en F gaan naar de volgende ronde. Je zal nog even moeten wachten, denk ik, want je mama gaat vandaag nog geen huis voor jou kunnen kopen. Maar geduld oefenen. En terwijl de mensen hier even stom aflaten, richt ik me weer tot u in de huiskamer. Want u kan vanavond 10.000 euro verdienen met 1 telefoon of met 1 sms'je. De kijkersvraag die u nu moet beantwoorden, ziet u nu in beeld. We zoeken het geboortejaar van de koning. Als u het antwoord weet, pak dan uw telefoon en bel naar 0905 82 075 of stuur een sms naar 3446. U moet gewoon A, B of C door sms'en. Meedoen kost 1 euro en u moet minstens 18 jaar zijn. Veel geluk, vandaag kan het wel eens uw geluksavond zijn. En wij gaan nu op zoek naar het beste vak. Vak D en F, jullie zijn al erg ver geraakt, maar zoals het spreekwoord zegt, de laatste loodjes vegen het zwaarst. In deze ronde moeten we nog afscheid nemen van 1 vak, want alleen het beste vak speelt voor het 1 miljoen euro. Veel succes! Wat hoort volgens de mannen van de Gamma nog bij een zaagje en een hamertje? A. Een boordje. B. Een beiteltje. Of C. Een slijpschijfje. 5 seconden. U had 5 seconden om te drukken op uw bakje. Dat zijn de mannen van de Gamma. Het goede antwoord, een beiteltje. En wie wist dat? Wie wist dat? In vak D, 6. In vak F, 25. Vak F, dat wil zeggen, allemaal goed. Iedereen had het juist.
Dus daar zijn veel supporters van het Peulengaleis, denk ik. Ja. Of bezoekers van de Gamma. Vak D. Wakker worden. Vraag 2. Welk dier baart de berg in de uitdrukking? A. Een olifant. B. Een mug. Of C. Een muis. Jullie tijd loopt nu. Olifant, mug of muis? We gaan dadelijk weten wie het beste is in spreekwoorden en uitdrukkingen, want het goede antwoord op deze vraag is het antwoord C. Een muis. De uitdrukking is natuurlijk de berg heeft een muis gebaard. De stand. Vak D, 31. Vak F, 50. Dat wil zeggen dat vak F weer alles goed had. Ik word bijna bang van de intelligentie van vak F. We gaan naar de volgende vraag. Welke twee letters heb je nodig om het chemisch symbool voor goud te schrijven? A, de A en de G. B, de A en de U. Of C, de A en de I. Jullie tijd loopt. De A en de G, de A en de U of de A en de I. Dit had u moeten antwoorden. B, de A en de U. Wat is de stand nu? Vak D, 46. Vak F, 70. Vak D, als het een troost mag zijn, ze zijn aan het verzwakken. Er zijn 5 foute antwoorden gegeven daarnet. Dus de sprint kan alles goed maken. We gaan naar de laatste vraag. En die zorgt in miljoenen jacht regelmatig voor een verrassing. En hier komt ze. Hoeveel graden gaf de thermometer bij ons gemiddeld aan in de herfst van 2004? A, 6,4 graden Celsius. B, 8,9 graden Celsius. Of C, 11,3 graden Celsius. Jullie tijd loopt. De herfst van 2004. Hier in de studio is het serieus warm, maar hoe warm kan het nog worden? Het goede antwoord op deze vraag is het antwoord C, 11,3 graden. Resultaat, vak D, 71 punten. Vak F, 83. Vak F, jullie gaan naar de volgende ronde. Het is heel duidelijk, het winnende vak van vanavond is gekend. Maar alle andere kandidaten moeten niet wanhopen. Want we zoeken nog een 26e persoon voor de volgende ronde. Jo, zet die knappe stembanden van jou nog maar eens aan het werk en vertel me wie het wordt. Oh, bedankt Walter dat je mijn stembanden knap vindt. Ik wou dat ik dat ook over die van jou kon zeggen. Ondertussen zit de kansgenerator in de rode tribune. Daar hopen 3 vakken dat zij eruit gepikt zullen worden, maar dat geluk is enkel weggelegd voor vak C. We hoeven nu alleen nog maar te wachten op het juiste stoelnummer en dat wordt stoel 11. Jij bent de favoriet van de kansgenerator, Filip Dekkers uit Melsele. Waar zit Filip? Ik ben even aan het zoeken. Waar zit Filip Dekkers? Filip Dekkers? Ah, daar vanonder. Vanonder helemaal links. Filip, even schrikken als je je naam hoort, zeker? Inderdaad. Want jij maakt natuurlijk nu kans om mee te gaan naar de finale en kans te maken op 1 miljoen euro. Of je zegt van, ik heb een klein en een zwak hartje. Ik zou toch liever een prijs mee naar huis nemen. Als je daarvoor kiest, dan kan je dit mee naar huis nemen. Kijk maar. Filip, zit je goed op je stoel? Want Vlaanderens grootste koopcenter schenkt je een aankoopbon van 3.500 euro. Ja, je hoort het goed. Je mag gaan winkelen voor 3.500 euro. Filip, jij moet nu beslissen. Wat ga je doen? Wat ga je doen, Filip? Ik ga de prijs niet aannemen. Je gaat de prijs niet aannemen? Je wil gaan voor dat 1 miljoen euro? Proficiat, jij bent onze 26e kandidaat. En daarmee zitten we aan het einde van het eerste deel. We gaan er even uit, maar misschien is dat voor u thuis het moment om het antwoord op onze kijkersvraag door te bellen. Dit is de vraag. We zoeken het jaar waarin onze koning geboren werd. Als u het antwoord weet en u wil graag 10.000 euro winnen, bel dan naar 0905 82 075 of stuur een sms naar 3446. Veel succes en tot zo dadelijk. U kijkt naar Miljoenenjacht. En de gastheer van dit programma is Walter Grootaars. Welkom.
Welkom bij het tweede deel van Miljoenenjacht. Nog even en de 26 overgebleven kandidaten krijgen hun laatste vragenronde voorgeschoteld. Maar voor we daaraan beginnen, herhaal ik nog eens de kijkersvraag. In welk jaar werd koning Albert II geboren? Was dat A in 1924, B in 1934 of C in 1944? Als u het antwoord weet, bel dan meteen naar 0905 82 075 of stuur een sms naar 3446. Als u bijvoorbeeld denkt dat het antwoord B is, sms u gewoon B naar 3446. Het bedrag dat u kan winnen met een juist antwoord te geven is 10.000 euro. Kortom, hoe oud schat u dat onze koning is? Laat het ons gewoon even weten. En veel succes. En nu? Nu mogen jullie laten zien wat jullie waard zijn. Vanaf nu wordt er niet meer samengewerkt. Het is ieder voor zich, ikke en de rest kan stikken, bij wijze van spreken. We gaan kijken wie van jullie de twee beste kandidaten zijn. Hier komt jullie eerste vraag. Wie van de bekende tennissende Williams-zusjes is de oudste? Is dat A, Venus of Venus of B, Serena? 5 seconden. Wie is de oudste van die twee zusjes? De vraag heeft maar twee antwoordmogelijkheden. En het goede antwoord is A, Venus. Venus Williams. Hoeveel mensen wisten dat? We gaan eens even kijken. 17 goede antwoorden, 9 foute antwoorden. 17 kandidaten krijgen zomaar even 9 punten. We gaan naar vraag 2. Van welke plant is Solanum tuberosum de Latijnse naam? Is dat A, de aardappel of B, de tomaat? 5 seconden. De Solanum tuberosum. Latijnse naam voor... Wie heeft er allemaal groene vingers bij jullie? Het goede antwoord is A, de aardappel. De aardappel. En dat betekent de troostrijke knol. Wie wist dat allemaal? 5 goede antwoorden maar. Dus 5 mensen krijgen 21 punten. En nu gaan we toch al eens naar de stand kijken. Wat zien we? Aan de leiding hebben we desk nummer 2, Dries. Jij staat met 30 punten aan de leiding. Maar op desk 10, Inge, die heeft ook 30 punten. Dries, je bent de jongste van de hele bende. Word je nu super nerveus omdat je aan de leiding staat? Ja, ja toch wel, ja. Je moet die leiding houden, hè. Dat maakt het heel spannend, hè. Heb je gegokt tot nu toe of wist je de antwoorden? Tweede vraag was een klein beetje een gok. Ja. Een klein beetje een gok. Maar patat erop, op die aardappel. Voilà, heel goed gegokt. Er zijn nog mensen met hetzelfde aantal punten. Ik zie desk 3 Danny. Nee, desk 26 Danny wil ik zeggen. Ook 30 punten. Maar wie heeft de leiding? Diegene die het snelste afdrukt. Dus snel afdrukken is ook heel belangrijk. We gaan verder met de derde vraag. Maar eerst onderbreken we Miljoenenjacht voor een nieuwsbericht. President Bill Clinton is begaan met het lot van de Kennedy-familie. Ja, inderdaad, Mark. President Kennedy is in zijn zomerverblijf Camp David en volgt al de ontwikkelingen van uur tot uur. Eerder op de dag heeft hij ook gesproken met senator Robert Kennedy. En je kan zeggen dat de Clintons en het is hier verschrikkelijk heet. Ja, we moeten hier even deze rechtstreekse bijdrage onderbreken. Suzy heeft blijkbaar problemen, is onwel geworden. U herkende Suzy Hendricks die van haar stokje ging in New York. Ze kreeg namelijk een Big Apple flauwte. In het fragment zagen we ook nog Mark de Mesmaker en zijn naam gaf de inspiratie voor deze vraag. In welke stripreeks duikt regelmatig een zakenman met de naam de Mesmaker op? Is dat A in Kuifje of B bij Gust Vlater? 5 seconden. De Mesmaker, in welke strip? Horen we die naam of zien we die naam? Het goede antwoord is het antwoord B, Gust Vlater. En we gaan weer eens kijken. Hoeveel mensen hebben het goed en hoeveel hebben het er fout? 22 goede antwoorden, 4 foute antwoorden. 22 mensen krijgen 4 punten natuurlijk. We gaan naar vraag 4. Wat werd er op 1 september 1876 in ons land voor het eerst gemaakt? A. Een treinrit of B, een weerbulletin. 5 seconden. 1876, 1 september. Een treinrit voor de eerste keer gemaakt of het weerbulletin? Het antwoord is een weerbulletin. Het antwoord B.
Hoeveel goede antwoorden hebben we gekregen? 16 goede, 10 fouten. 16 mensen krijgen 10 punten. We gaan naar de stand kijken. Op de eerste plaats hebben we nu desk 11, Peter. Die staat aan de leiding met 35 punten. Peter, je bent opgeschoven, je hebt nu die leiding, maar het is nog niet gedaan natuurlijk. Hè? Nee. Blijven concentreren. Dank je. Op de tweede plaats hebben we desk 13, Chris. Die staat op de tweede plaats. En dan gaan we toch eens kijken naar Filip, die is uit het publiek gekomen. Desk 20 sta jij, Filip. Je staat op de tiende plaats. Maar het kan nog, hè. Alles is nog mogelijk. Je hebt 23 punten. De twee leiders hebben 35 en de achter 34. Dus het wordt nog spannend. We gaan naar de volgende vraag. Vraag 5. Op welke plaats staat de A in de Franstalige afkorting van de NAVO? A op de eerste plaats, B op de tweede plaats, C de derde plaats of D op de vierde plaats. 5 seconden. De A in de Franstalige afkorting van de NAVO. Het goede antwoord op deze vraag is C. De derde plaats. De Franstalige naam van de NAVO is de OTAN. L'OTAN. Hoeveel kandidaten hadden het goed geantwoord, wil ik zeggen? Even kijken. 12 goede antwoorden, 14 foute antwoorden. 12 mensen krijgen er 14 punten bij, dus eigenlijk kan alles zeer snel veranderen. We gaan naar de volgende vraag. Wat is een knakmodel? A. Een oude mannequin. B. Een dynamietstaaf. C. Een oldtimer. Of D. Een soort sigaar. 5 seconden. Een knakmodel. Praten we over een mannequin, over dynamiet, een oldtimer of een sigaar? Toon ons het antwoord maar. Het is het antwoord D. Het is een soort sigaar. We gaan weer eens kijken wie het allemaal wist. 14 goede antwoorden, 12 foute antwoorden en de stand wordt helemaal ondersteboven gegooid door deze laatste vraag. We gaan eens kijken nu. Op de eerste plaats hebben we nu desk nummer 10, Inge. Jij staat daar aan de leiding. En op de tweede plaats hebben we desk nummer 7, Guido. Jij staat op de tweede plaats. Maar ik moet je wel vertellen, de anderen die achter u staan, staan zeer dichtbij. In de studio stijgt altijd de spanning minuut na minuut. Want de kandidaten voelen het grote geld dichterbij komen. Maar u thuis kan ook heel veel geld winnen. De winnaar van onze kijkersvraag krijgt 10.000 euro. Los deze vraag dus snel op. We willen weten wanneer Albert II geboren werd. Weet u het antwoord? Laat ons dat dan gewoon weten. Bel naar 0900-582-075 of sms naar 3446. Veel succes. Ik ga geen tijd verspillen en meteen de voorlaatste vraag op jullie afvuren. Uit hoeveel cijfers bestaat het Rijksregisternummer? A uit 9 cijfers, B uit 11 cijfers, C uit 13 cijfers of D uit 15 cijfers. Jullie tijd loopt. Het Rijksregisternummer staat op een CIS-kaart. Toon het antwoord maar. B uit 11 cijfers. Dat was het goede antwoord. En dan gaan we toch nog eens naar de stand kijken voor we naar de laatste vraag gaan. We hebben 17 goede antwoorden en 9 foute antwoorden. En wat geeft dit als stand bij de voorlaatste vraag? Aan de leiding desk 10, Inge nog steeds. Inge, had je dat verwacht? Nee, totaal niet. Nee. Totaal niet? Nee. En heb jij ook zitten gokken of wist je de meeste antwoorden? De meeste antwoorden wist ik wel, ja. Toch, heel goed. Op de tweede plaats hebben we desk 7, Guido. Die staat daar ook nog altijd. Maar er zijn er nog andere. 58 heeft Guido. Achter jou staat iemand met 58, desk 17. Dan 57 punten. Dus alles is bij de laatste vraag nog mogelijk. En ik zie zelfs desk nummer 12, Hilde. Jij staat laatste met 4 punten. Alles kan nog, hè. Nooit opgeven. Gewoon blijven doorgaan. We gaan naar die laatste, allesbeslissende vraag. Hier komt ze. Van welke tekenfilms genoten Britse volwassenen in hun kindertijd het meest? A. Tom en Jerry. B. The Flintstones. C. Popeye.
Of D, Bugs Bunny. Jullie tijd loopt. Tom en Jerry, de Flintstones, Popeye of Bugs Bunny. We gaan zo dadelijk weten wie de twee zijn die de finale gaan spelen. Het goede antwoord op deze vraag is het antwoord A, Tom en Jerry. Hoeveel goede antwoorden hebben we nu gekregen? 2 goede antwoorden, 24 foute antwoorden. Dit zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Wie speelt de volgende ronde? Aan de leiding op de eerste plaats staat nu desk nummer 26, Danny. Jij gaat dan naar de finale. En de tweede plaats die is voor desk 10, Inge. Jij gaat ook mee naar de finale. Proficiat. Danny en Inge staan hier bij me. Allebei gefeliciteerd uiteraard. Maar vertel eens eerst eens meer over jezelf. Danny. Ik ben Danny, kom uit Merksen, 46 jaar. Ik ben al 15 jaar gelukkig getrouwd met mijn pruts. Wij hebben samen een zoontje, Jamie, 14 jaar. Ik werk aan de haven. En mijn hobby's zijn mijn pruts swaaieren en winkelen en met de kleine naar de voetbal gaan. Mijn pruts swaaieren, vind ik eigenlijk wel een schone uitdrukking. Typisch een uitdrukking van een dokwerker, zou ik zeggen, hè, aan de haven. Inge, vertel jij eens iets over jou. Ik ben Inge Vervaken, ik ben 33 jaar, ik ben verpleegkundige, woon in Kortrijk. Mama van 2 zoontjes. Hobby's, vooral sport eigenlijk. Passief zie ik zeer graag voetbal. Aha, welke club heeft jouw voorkeur? Nu moet ik Lierse zeggen waarschijnlijk. Nee. Het zou alleen maar tof zijn. Ik ben van West-Vlaanderen, dus ik zal maar Club Brugge zeggen. Club Brugge, uiteraard. Uiteraard. Goed, jullie hebben allebei gehaald. Eén van jullie speelt sowieso het kofferspel. Wat gaat er nu in jullie hoofd om, Danny? Waar denk jij nu aan? Een stap dichter bij de droom. Ja? Realiseren? En jij? Ik denk niet veel voor het moment. Je denkt niet veel? Nee. Gewoon te nerveus? Ja. Goed. Ik ga jullie vertellen wat jullie nu te wachten staat. We hebben hier het spel uiteraard met die licht. Met dat licht wil ik zeggen, rood licht, dat kan groen worden straks. Die timing weten we niet. Maar het kan me voorstellen, ik kan me heel goed voorstellen, dat jullie toch iets te nerveus zijn en zeggen van ik ga voor de zekerheid. En dan kan je uit het spel uitstappen, dan kan je voor een prijs gaan. In die gouden koffer die we daar hebben staan, daar zit een prijs in. Maar ik ga niet vertellen wat daarin zit. Dat kan je pas straks zien. Zijn jullie er klaar voor? Want denk eraan, als je allebei niet afdrukt, dan heb ik weer zo'n vervelende, gemene rekenopgave. En die zal dan bepalen wie voor het miljoen euro mag spelen. Dat is allemaal duidelijk? Dan gaan we nu wachten tot de lamp van kleur verandert. Als ze groen wordt, mogen jullie drukken. De lamp is groen. Er wordt keihard gespeeld, heb ik de indruk. Ze lachen eens naar elkaar, maar niemand gaat voor de prijs. Jullie zijn allebei mensen die ervoor gaan, heb ik de indruk. Maar wat wij gaan doen, is toch eens kijken wat jullie niet mee naar huis nemen. Ai, 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 Inge en Danny. Hier gaan jullie nog veel spijt van krijgen. Want we hadden voor jullie niet zomaar de eerste, de beste bestemming uitgekozen. Hadden jullie afgedrukt, dan hadden we jullie laten vertrekken naar Mexico. Daar hadden jullie verbleven, in de levendige, luxueuze viersterrenclub Wyndham Viva Maya. Waar jullie niks anders moesten doen dan zalig genieten van zon, zee, strand en een uitgebreide all-inclusive formule. Jammer, maar die prachtige reis gaat aan jullie neus voorbij. Ai, 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 caramba! Ja, ja. Jullie laten een luxe reis naar Mexico schieten. Niets aan te doen. Maar ik heb wel iets anders voor jullie. Een mooi, heel exclusieve rekenopgave. Jullie weten hoe het gaat. Wie afdrukt, moet meteen de oplossing geven. Is het goed, dan sta jij in de finale. Is het fout of wacht je te lang als je afgedrukt hebt om het antwoord te geven, dan gaat je tegenstander door en die gaat dan het kofferspel spelen. Goed begrepen? Stilte op de tribunes. Er hangt misschien 1 miljoen euro vanaf. Dit is jullie opgave. Hoeveel is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5? 15. 15, zegt Danny. En het is goed, Danny. Jij speelt de grote finale. Inge,
Ik zag jou denken dat je wist het. Ik zag op je lippen 15, maar je was net te traag. Te laat. Ja, net te laat. Ja. Je hebt de prijs laten liggen, maar je bent natuurlijk nog altijd onze 26e kandidaat. Je mag nog een koffer openmaken. Hopelijk gok je daar dan goed. Want dat bedrag dat je goed gokt, en het zit er ook in, daar ga je nog mee naar huis. Okay. Bedankt om mee te spelen in elk geval. Nog veel plezier. Dani. Dank u. Wij gaan er een ongelofelijke lap op geven. Jij bent de finalist, jij gaat het kofferspel spelen. En kijk eens, onze meisjes die zijn al klaar. Uit de handen van Anne krijg je je koffers terug, want hij stond aan desk nummer 26. Nu is mijn vraag aan jou, is dit het koffertje waarvan jij denkt dat daar 1 miljoen euro in zit? Of zeg je nee, ik geloof het niet dat het hierin zit en er is een beter getal? Er is een beter getal, denk ik. Welk is jouw lievelingsgetal? 21. Waarom 21? Mijn vader, die helaas overleden is al 24 jaar, verjaart aan 13 augustus, dus 13-8 is 21. En ik zelf verjaar in 21ste, dus... Ah, dat is de link die je legt. Ja. Wel, en dan gaan we wisselen. 21 heeft mij al succes gebracht thuis. Ja, dus. Ook al. Voilà. Wendy, kom maar met koffer 21. Voilà, dat is jouw koffer. Deze mag je terug meenemen. Ik hoop voor jou dat hier 1 miljoen euro in zit. Ben jij er klaar voor? Helemaal. Ik ben er ook klaar voor. We gaan koffers openmaken. Kom maar mee, kom. Danny, het is zover. Ja. En nu nog nerveuzer als daarnet? Nerveus niet echt, curieus. Curieus. Ja. Nieuwsgierig om te weten wat daarin zit. Ja, ja. Eén ding is zeker, ik ga jou helpen. Wat je moet doen is gewoon proberen met dat miljoen naar huis te gaan. Stel je voor dat jou dat lukt, dat je met 1 miljoen euro naar huis gaat. Wat zou jij daarmee doen? Weggeven. Weggeven? Ik sta vlakbij als je het wilt weggeven. Ik zeg het maar, dan moet je niet te ver lopen. Maar aan wat zou je dat dan geven? Of aan wie zou je dat geven? Aan goede doelen. Aan goede doelen? Ja. Je zou gewoon een soort fonds oprichten en zeggen, ik ga nu zelf dingen bepalen waar ik het aan wil geven. Ja. Een heel nobel streven. We gaan gewoon beginnen met jouw koffertje daarop te zetten. Dat mag je zelf even doen. Koffer 21. En dan zou ik nog eens één ding willen weten. Wie heb je nu meegebracht om jou te helpen? Tom Mijn Pruts. Jouw Pruts. Dag Pruts, goedenavond. Goedenavond. Ik ga je aan jou vragen. Als we straks beginnen spelen, Danny, is er iemand die doorgaat tot op het bot, tot op het einde? Hij speelt op het gevoel, maar hij zal wel zoveel mogelijk willen winnen. Hè? Ja, dus hij gaat risico's nemen, denk je? Een beetje toch. Ben jij dan iemand die hem gaat afremmen en zeggen, hoe, Dannyke? Of zeg je er ook Pruts tegen? Jij zegt ook Pruts. Pruts en Prutske. Ah, Pruts en Prutske. Oké. Okay. Ik blijf even Danny zeggen. Hè. Dat is goed. Ja? Ja. Tegen jou mag ik Pruts zeggen? Oké, okay, goed. We gaan eraan beginnen. Ik ga je bijstaan met raad en daad. Je moet nu wel 6 koffers openmaken. Welke koffer kies je als eerste? Ik kon nummer 12 pakken, maar die heeft ongelukkig vandaag meer... Nummer 12. Ja. Je weet, voor je ze openmaakt, mag je vertellen wat jij denkt dat erin zit. Welk bedrag dat erin zit. Doe je een goede gok, dan heb je ineens al 2600 euro. Hilde? 5000 euro. 5000 euro. Maak maar open. Dat zou een goed begin zijn, hè? 20 euro. Dat is nog beter. Dat is nog beter. Dat is een goed begin, dat is niet slecht. 20 euro. We gaan naar de tweede koffer. Welke wordt het? Nummer 3. Koffer nummer 3. Welk bedrag heb jij? 500 euro. 500 euro. Doe maar open. Simonneke. 300 euro. In de buurt, in de buurt. Maar al twee goede koffers, Danny. Twee hele goede koffers. De derde. 7. 7. Guido? 1000 euro. 1000 euro.
Mag. Dat mag allemaal. 100 euro. Een nulke te veel gezegd. Heb je het wel gezien, Danny? Pruske is al aan het lachen, hoor. Ja. Die vindt het goed. De volgende koffer? Nummer 10. Koffer nummer 10, Inge. 20 eurocent. 20 eurocent, dat zou fantastisch zijn. 25.000. 25.000. Nog altijd geen man overboord. We hebben 4 koffers. We gaan naar de 5e koffer, Danny. Nummer 9. Koffer nummer 9. Ik denk 10.000 euro. Veronique denkt 10.000 euro. Iets minder zou mogen. 200.000. Ai, 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 Danny. We hebben er 5. Die 200.000 is vrij hoog, maar we hebben er nog een pak staan. Dus. Nummer 4. Nummer 4. 1 miljoen euro. 1 miljoen euro. Jo. Doe Danny dan niet aan. Een halve euro. Goeie koffer, joh. De bank gaat nu bieden. Ik ben benieuwd welk het bedrag gaat zijn. Je hebt er 4 lagen uitgehaald. 1. Het is al een redelijk bedrag, 35.000 euro. Maar die 200.000 euro. Plezier. Dat kan pijn doen. Wat gaat de bank bieden? 4.500 euro. Kan ik zelf geven. Voilà. Nee, zeg je dus? Nee. Geen deal? No. Geen deal. Goed, Danny, dan moet je nu nog 5 koffers open doen. 20. Koffer nummer 20. 500 euro. Hoe zeg je? 500 euro. 500 euro. Filip, jij kwam uit het publiek. Als dat juist is, heb jij 2000 euro. 50.000! Dat is een tamelijk hoog bedrag. Dat is een tamelijk hoog bedrag. Nog 4. 24. Koffer nummer 24. 5000 euro. 5000 euro. Harald, dat mag. En heb jij 1900, 500.000. Nu zijn we echt niet goed bezig, Danny. Wat je zeker niet meer mag doen, is dat miljoen, die 300 en die 100 eruit halen. Maar zeker niet het miljoen. 26, mijn eigen koffertje. Ja, eigen koffertje dat jij bij had. Koffer nummer 26. 200 euro. 200 euro. Ik ben eens benieuwd. 50 euro, dat is een goeie. Dat is een goeie. Nog 2 koffers. In die linker kolonne blijven. 1 eurocent en wat hoger mag. 500 euro mag ook nog. Nummer 5. Koffer nummer 5. 3000 euro. 3000 euro. 15.000, zeg maar na. 15.000 hebben we er ook uit. Nog 1 koffer, pak nu een lage. Dat de bank een beetje stress krijgt. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Pruske? 2. Jij zegt koffer 2? Ja. Blijft je? Nummer 2. Dat is een boos. Dries, de jongste van de loop, onze Benjamin. 400 euro. 400 euro. Voilà. Dan krijg je een kus van Pruske. Pruske. Ik wou net zeggen, hij krijgt een kus van Pruske, maar dan wordt een kletsekers een beetje tegen zijn oren of zo. Spijtig, hè? Ik zei al heel de tijd 2. Je zei heel de tijd 2? Ja. Je moet soms ook eens niet luisteren naar jezelf. Ja. Hij is te braaf. Danny. Hij is te braaf, dat zeg je zelf. Maar we hebben nog geld, hè? We gaan verder spelen. Voor het goede doel blijven we gewoon doorgaan. Allee. Nu ben ik benieuwd wat de bank nu gaat bieden. We hadden 4.500. 5.200. Weet je wat ik denk? Dat is uitdagen van de bank. Dat is echt uitdagen. Want nu, denk ik, Danny, ga jij tegen de bank spelen.
Ja. Nu ga je naar die 300.000. Daar moet je nu naartoe. Alles of niks. Nog altijd heel veel geld, hè? Dat is 12 miljoen. Dat is 12 miljoen oude Belgische franken. Daar kan je nog heel veel mensen gelukkig mee maken. Hebben we een deal of hebben we geen deal? Nee. Geen deal? Nee. Goed, we hebben geen deal. Na de onderbreking, want we gaan er zo dadelijk even tussenuit, hè, moet jij dus nog 4 koffers openmaken. Ja? Als u thuis ook wil meespelen met Miljoenenjacht, is het nu de hoogste tijd. De prijs die u kan winnen is 10.000 euro. Geef het antwoord op onze kijkersvraag. U ziet ze nu in beeld. Bellen doet u naar 0905-82-075. SMS'en doet u naar 3446. En u moet gewoon A, B of C door sms'en. Het spelreglement van de kijkersvraag staat trouwens op www.vtm.be of op VTM tekstpagina 580. Veel succes en tot zo dadelijk. U kijkt naar het vervolg van Miljoenenjacht. En uw gastheer is naar goede gewoonte, Wouter Grootaars. Welkom bij het laatste en spannende deel van Miljoenenjacht. Danny speelt de grote finale. Er zijn al 11 koffers opengemaakt en de bank deed al een bod van 5.200 euro. Maar Danny heeft nee gezegd. Het miljoen is er wel uit, de 500.000 is er ook al uit. Dus die twee heel hoge bedragen die zijn weg. Maar, Danny, 300.000, die zit er nog in. Daar moeten we nu voor spelen. Thuis kan u trouwens nog heel even meespelen met onze kijkersvraag. In welk jaar werd koning Albert II geboren? A in 1924, B in 1934, C in 1944. Dit is echt de laatste kans om 10.000 euro te winnen. Binnen 5 minuten sluiten we de lijnen af. Weet u het antwoord op de vraag? Bel dan of stuur een sms. Het kan u een pak geld opleveren. Veel geluk. Danny, nu is het weer aan jou. Men begint al nummers te roepen. Ik wou juist zeggen, je moet er 4 openmaken. Welke wordt de eerstvolgende? Ja, ze beginnen te roepen natuurlijk. Danny. Willen we dan Prutske vragen? Zeg maar, ik kan je kwot niet meer aan. Nee? 18. Ik zeg je durft niet meer. Nee. 18. Koffer nummer 18. Welk bedrag? 1 euro. 1 euro. 1 euro, zegt Mark. Ik hoop het. Ik hoop het ook. 10.000. 10.000. Wow, wow, wow. 10.000 euro weg. De volgende. Nog 3. Nu echt in de linkerkolom. Nummer 1. Nummer 1. 100.000. 100.000? Nee. Mirjam, nee. Nee. 400, dat is een goeie. Dat is een goeie, Danny. Half weg ben je, nog 2 koffers. 25. Koffer nummer 25. Ik denk 5 euro. Jij denkt 5 euro. Jim, dan krijg jij 1300. Oh, 5000 euro. Ik kan niet zeggen, dan krijg jij 1300 als het goed is. 5000. Nog niet echt een ramp. Nog 1 koffer en nu een lage. 17. Koffer nummer 17. Ik denk 1000 euro. Jij denkt 1000 euro? Dat mag. Yves, dat mag. Dan heb jij 1200 euro. 1 eurocent, dat is een goeie. Nog altijd 300.000, nog altijd 100.000. Daar gaan wij ons op focussen, op die twee getallen. Al de rest mag van mijn part open. Even kijken wat de bank gaat geven. Wat wordt het bod? 5.200 was het bod, dan het 13.000. 13.000. Het begint erop te trekken. Het begint erop te trekken, maar ik noem het nog altijd uitdagen van de bank. Ja, ja. Zonder kroon. Prutske, dat is uitdagen, hè? Hebben we een deal? No deal. Geen deal. Danny. Nu moet je 3 koffers openmaken. Blijf van die 2 hoge bedragen, 100 en 300.000, blijf eraf. Als het kan, die 20.000 ook, blijf er ook af. Maar dat zal nog niet echt de grootste ramp zijn. 14. Koffer nummer 14. 20.000. 20.000 euro. Nathalie, als dat zo is, heb jij er 1100. 1000 euro. 1000 euro. Dat is goed. Nog 2 koffers in deze ronde. 22.
Koffer nummer 22. Ik dacht 200 euro. Jij dacht 200 euro. Jurgen, 200, goed zo. En een hele goede gok. Een goede gok voor Danny en het levert jou ook nog eens een keer 1000 euro op. Alsjeblieft. Danny, je laatste koffer. Geen 300.000 open doen. Die dicht laten. Zob, die kan hier ook nog altijd staan. Hè. Denk eraan. Hè. 19. Koffer nummer 19. Ik denk 10 euro. Je denkt 10 euro. Bianca, laat het 10 euro zijn. 300.000. Veel? Danny, het is je dagje niet, hè? Als er nu één niet open mocht, was het wel die koffer. Nu is het hoogste bedrag 100.000. Dat zijn 4 miljoen oude Belgische franken. Ook daar kan je nog altijd mensen gelukkig mee maken. Maar het wordt moeilijk. Wat gaat de bank bieden? Het is aan de bank nu. We hadden 13.000. 10.000. Ze doen er 3.000 af. Belachelijk, hè? No. Geen deal. No. Geen deal. Honderdduizend en 20.000, daar moeten we nu afblijven. Het goede nieuws is, je moet maar twee koffers open doen. Vijftien. Nog eens? Vijftien. Vijftien. 1 euro. 1 euro. Laat het zo zijn, Ronnie. 20 euro zijn. Ja. Nog zo weer. Een koffer met 1 euro, 5 euro, 10 euro, 500 euro of 3000 euro is goed. 23. Koffer nummer 23. 100.000 euro. 100.000. Ilse, het zou echt niet tof zijn voor Danny, hoor. Ja. Voor jou wel heb je 700 euro. Maar toch duimelijk voor een lager bedrag. 5 euro. Het is mij opgevallen, Prutske is al terug aan het lachen, hè? Het bod van de bank gaat eraan komen. 10.000 was het laatste. Daar kunnen ze het nu niet mee doen. Dat zal meer moeten zijn. Wat wordt het? €19.500. Annie? Ze bieden €19.500. Twee bedragen in wat er nog niet is opengedaan zijn hoger. 20.000 en 100.000. Vier koffers zitten lager dan het geboden bedrag van de bank. En je moet maar één koffer openmaken. Het is nu altijd 20. Prutske is aan het overleggen. Spelen. Spelen. Ja. Ja? Prutske zegt spelen, Danny. Maar schrittig je maar, als de 100.000 nu eruit gaat... Dich. We hebben nog 20. Voilà, Prutske is positief, dan hebben we nog 20, zegt ze. Voilà. Ben je altijd zo positief? Ja, dan ben ik ook lekker getrouwd zijn. Voilà, inderdaad, kan begrijpen. Daarnet dacht ik toen ze zei 200 miljoen eruit kwam, ik denk ja, dat wordt de kosten van een advocaat, maar voorlopig nog niet. We hebben geen deal? No deal. Geen deal. Danny, één koffer moet je nu openmaken. Nummer 6. Koffer nummer 6. 1 eurocent. Goed, Helga. Af. Dat is er niet. Dat zit er niet in. Niet open doen, niet open doen, niet open doen. Oh. Oh, te laat. 1 eurocent was al gezegd. Sorry. En je hebt het al open gedaan, dus ik kan niet meer gokken. Doe maar open, het is te laat. Wat zit erin? Ik kan het niet zien, hoor. 20.000 euro. De 100.000 zit er nog altijd in, hè? Ik zeg 1 euro. Ja? Ja? Heb jij zo'n gevoel nu van... Ze zit hier? Kan niet anders, hè. Het kan niet anders, denk jij. De bank gaat een bod doen. Ik ben benieuwd wat het nu gaat worden. We hadden daarnet 19.500. Het moet meer zijn. Het moet meer zijn.
23.000. 23.000. Als iets meer dan het bedrag dat weggegaan is, dan die 20.000. Dus je hebt nog 100.000 staan als hoogste. 1 euro, 10 euro, 500 euro en 3.000 euro. Ga je verder of zeg je geef me die 23.000? Nee, nee, ik speel verder. Je speelt verder. Geen deal. Goed. Danny, één koffertje weer. 16. Koffer nummer 16. Ik denk 500 euro. Je denkt 500 euro, dat mag. Ellen, dan krijg jij 500 euro als dat zo is. 10 euro, nog beter. Nog beter. Dat was een goede koffer. De bank is weer aan het nadenken. Er zal rook in die kamer hangen, denk ik, want ze zijn hun hersenen aan het pijnigen. Meer dan 100.000 geven ze niet zeggen. Ik denk niet dat de bank meer dan 100.000 gaat geven. Nee, die kans is heel klein. Maar het zal toch weer hoger moeten zijn dan daarnet. Ze worden nerveus, want het duurt wel langer. Hè? Ja. Het is spannend, man. 27.000. Geen deal, Danny. Priske, geen deal. Stel u voor, joh. 27.000 is het bod nu. Je moet één koffer openmaken en je haalt die 100.000 er nu uit. Dan heb je iets voor, hè. Hij is goed bezig. Is hij goed bezig? Ze is er gerust in, hè. Ze is er gerust in. Geen deal? No deal. No deal. Goed zo. Eén koffertje weer. Dabby? 11. Koffer nummer 11. 3.000 euro. 3.000 euro. Ja. Peter, ik hoop, jong, dan heb jij 400 euro. 100.000, Danny. Danny. Priske. 3.000. Stel u voor dat Danny straks naar huis gaat met 1 euro. Mag hem nog binnen? Ja? Tuurlijk. In Antwerpen zeggen dat is van de non zeker, hè? Dat zeggen ze dan, hè? Wil jij weten wat de bank biedt? Niet veel, denk ik. Misschien hopelijk. Ja, ik ga toch eens... Bank, laat eens zien. Wat bied je nu? 1.200. Dat vind ik dus echt belachelijk van de bank. Dit staat hier. Ik heb het nog nooit moeten gebruiken. Het staat hier echt in geval van nood. Hè. Dat is mijn rechtstreekse lijn met de bank. Nu ga ik bellen ook. Hallo? Op de kop gevallen, zeker? Is dat al wat je kan bieden? Er staan nog wel 3.000 op. Je kunt nog veel meer verliezen als dat je weggeeft. Hè? Je gaat er iets bij doen? Ja. Oké, okay, dankjewel. €100 erbij. Die bank heeft wel gevoel voor humor, hè? Ja, wel, wel, wel. Wat ga je doen? Ga je voor die 1.300? Nee, nee, ik kom voor die 3.000 nu nog. Je gaat nu voor die 3.000. Ja. Geen deal? No, no. Geen deal. Danny, één koffer. 8. Koffer nummer 8. Sylvie, wat zit erin? 3.000 euro. Nee, Sylvie. Spijt. Sylvie, nee. Ik kijk niet. Ah. Ja. 1 euro. Danny, wij zijn goed bezig. We hebben nog 2 koffers. Maar de bank moet weer een bod gaan doen. 1.300 daarnet. En nu wordt het... 2.000. Danny. Dit vind ik smerig. Dit vind ik echt smerig. Wat
Er zijn nog twee koffers. Eén daar en één hier. Zit hier nu 3000 in of zit ze daarin? Ik koop hier. Je hoopt hier. Je zegt geen deal. No deal. Je blijft wel doorspelen. Rutske. Ja? Je vrouw steunt jou volledig. Nu, in één van die twee koffers moet dat geld in zitten, hè? Die 3000. Ik ga het vragen, maar je moet ze niet openmaken. 13. Walter, ik denk dat er 500 euro in zit. Je denkt 500 en dan zou hier die 3000 moeten zitten. Laat ze dicht. Danny, doe die van jou maar open. Heeft hij 3000 of heeft hij 500 euro? Doe het maar naar Gindel op de camera, dat ook kan zien. Nee, geen probleem. Hey, wat zit erin? Wat zit erin? Ja. Met hem gezegd, Jens? Hij zei dat daar de 3000 in zit. Nee, de 500. Sorry, de 500. Hier de 3000. De 3000 zit daar bij u in? Nee, nee, nee. Hij denkt dat hij bij jou zit. De 500 bij hem. Oh. Doe jouw koffer ook maar open. Dan zijn we zeker. 3000 euro. Maar je blijft een optimist, hè? Nou, je hebt 500 euro. Ik had het jou zo gegund om met zoveel mogelijk naar huis te gaan. Want dan weet je dat het goed besteed zou zijn geweest. Nu hoop ik dat jij en Prutske met dit bedrag, dat je daar eens goed mee gaat feesten, eens goed gaan eten. Dat ga je toch nog weggeven. Ook dat ga je weggeven. Fantastisch. Geef Danny een ongelooflijk applaus. Danny, fantastisch. Proficiat. Prutske, kom er maar bij. Kom maar naar hier. De champagne komt eraan. De check komt er ook aan. Zet de koffer maar even terug. Dan heb je je handen vrij om je Prutske vast te pakken. Ik zal de champagne al aangeven. Danny, alsjeblieft. Prutske, in elk geval... Bedankt om mee te spelen. Neem de check ook maar aan. Wij gaan toasten. En natuurlijk, ik kan me inbeelden dat u thuis nu op het puntje van uw stoel zit, want ik mag bekendmaken wie 10.000 euro gewonnen heeft. Dit was het juiste antwoord. En nu verschijnt de naam van de gelukkige winnaar op het scherm. Proficiat, doe iets leuks met al dat geld. Zo, voor vandaag is alles uitgedeeld. Ik vond het heel fijn dat u gekeken heeft. Bedankt en tot de volgende keer. Tot ziens.